voor sommigen haar heel veel beterschap toewensen. En ook heel hartelijk danken voor het vele werk wat ze aan het kunstwerk heeft gedaan. Want het is een schitterend kunstwerk geworden. We gaan dat dadelijk gaan we dat aan Matt uitreiken. En daar hebben we ook alweer zo'n schat voor gevonden die altijd voor de medemens klaar staat. Ik heb haar enorm al die jaren gewaardeerd hoe ze zich inzet in de provinciale staten van de provincie Limburg voor gehandicapte, chronisch zieke mensen die het wat minder hebben. Ze heeft daar ook de ene na de andere motie over ingediend. En het is mevrouw Genevieve Leers van het CDA, van de CDA-fractie van de Provinciale Staten. We zijn zeer vereerd dat zij bereid is om samen met Mia dadelijk het kunstwerk van Sirkit aan Matt te overhandigen. Ik wil mevrouw Leers naar voren roepen en ook even een applaus voor deze geweldige vrouw. Dankjewel, dat zijn hele mooie woorden, die heb ik niet echt verdiend, vind ik zelf. Jawel, jawel. Oké, okay, met veel plezier kom ik hier de Matt toespreken. Hij zit daar een beetje onwennig bij, hè. Matt en Marjos. Matt is geboren op 30 mei 1944, dus hij loopt al heel wat jaartjes mee. En hij heeft vanaf zijn 14e gewerkt. Zijn beginsalaris was 12 gulden per 6-daagse werkweek. En dat is dus 2 gulden per dag. En dat zullen ook wel lange dagen geweest zijn, denk ik. Van 75 tot 2007 ben je horecaondernemer geweest. Eerst 6,5 jaar in Tongeren. Waar je samen met je vrouw de initiatiefnemer bent en medeoprichter van de Tongerse Antiekmarkt. En dat is inmiddels een heel begrip geworden in Europa. Café Rembrandt op de markt in Maastricht was een sociaal café waar iedereen welkom was. Arm, rijk, jong en oud. Iedereen voelde er zich thuis. Ook veel homo's vonden de weg naar de Rembrandt waar ze werden opgenomen onder de mensen. Eindelijk een open café waar iedereen welkom was. De formule van de Rembrandt werkte als medicijn, als uitlaatklep, als zich vrij voelen. Matt werd vaak gevraagd om mee te doen aan protest en stille tochten. Gemeenteacties, Peter die refereerde daar net al even aan. En hij zei nooit nee. Of het nu tegen kernwapens, zinloos geweld of korting op de MO was. Altijd sociaal bewogen. Onvergetelijk waren zijn gastoptredens bij André Rieu. De eerste gouden LP aanbieden samen met burgemeester Baten. Als harpspeler en samen met Pieke Dassen het Zwanenmeer dansen. Matt deed het. Zelfs op Asselegoonsdijk na een zware vastelavond. Zijn kinderen, kleinkinderen en pleegkleinkinderen zijn enorm belangrijk voor hem. Matt verkondigt graag hardop zijn mening, iets wat hem niet altijd in dank afgenomen wordt. Maar dat siert hem ook. In zijn creatie, De Engel van Maastricht, is Matt uitgegroeid tot het sociale symbool van Maastricht. Om het nog eens met de woorden van Mia Dirken te zeggen. Matt is een heel sociaal mens met een groot hart. Die altijd voor iedereen klaarstaat om te helpen. Ongeacht afkomst, religie, kleur en geaardheid. Hij heeft op achtergrond altijd veel gedaan voor gehandicapten en zieke mensen. Kortom, een echte engel. Matt, proficiat en je verdient het om een keer in het zonnetje gezet te worden. Dankjewel. Je wil jezelf een goede kaal pakken. Ja, ik kan wel zeggen dat ze de achterkant. Ik ga wel iets zeggen, ja.
1, 2, 3. We zullen het dat is heel zwaar. Dat is sprekend, hè? Ja. En door en af. Van de beesten. Zo, ja. Van de beesten, ja. Mat, die leveren moe, dankjewel. Merci. Nee, dat is de pinkoetschal, dat je wel zit bij die gewogen. Ik deed dat wel, hè. Wacht. Ja, dat is heel. Nou, heerlijk.